Hallo en welkom bij weer een nieuwe verhuisvlog. Ik weet niet waarom ik dat zo lelijk zong, maar ik heb precies zin om te zingen. Het is... Ik weet niet wat we zijn. 9 juli denk ik of zo. 9 juli, ja, het is 9 juli. En het is 1:15. En ik heb honger, dus ik ga lunch maken. Ik ga toast met avocado maken. Ik hoop dat mijn avocado nog goed is. Ik heb er nog één liggen. En we gaan normaal nog meer lampen ophangen in deze vlog. Onder hangen alle lampen, maar boven hangen ze nog niet. Dus dat gaan we doen. We gaan normaal ook nog, ik weet het eigenlijk niet, posters ophangen. Ik weet niet of we dan deze vlog gaan doen. Maar alleszins, welkom! But first, we eat that. Because I'm hungry. Food is done. Oké, ondertussen ga ik nieuwe lakens leggen in de logeerkamer. Want die lakens die daar liggen, hebben wij nog onder geslapen. Niet dat we speciaal bezoek verwachten of zo, maar toch, dan liggen er al verse lakens voor als er mensen willen komen. Ik vond het wel leuk. Het is een beetje donkerder dan onze slaapkamer. Maar ik vind het wel heel mooi bij het bed passen en zo. Ja, tof. Muffin. En Milky. Zit er weer overal op. Kom. Kom. Kom hier. Kom. Ik denk dat ik iets heb en dat die... Straks al lawaai maakt, toch Garm? Kom, we gaan naar onder. Kom, we gaan de lakens en de was doen. Ik moet zo naar de nagels vertrekken. Ik ga eerst nog de afwasmachine leegmaken verder. Ik had daar straks al... Maar oh, deze blijft zo vies precies. Oké, nu ga ik snel mijn broek terug aan doen. En dan ga ik mijn nagels laten doen. Ik moest normaal maandag gaan, het is vandaag donderdag. Maar ik had maandag zo'n keelpijn. En ik had altijd zo'n kriebelhoestje van de keelpijn, denk ik. Ik had ook wel zo in de wind gezeten en niet echt bedekt hier. Dus ik durfde maandag echt niet te gaan. Ik had zoiets van, dus had ik gebeld. En ik zei van, ja, ik moet zo hoesten en anders gaan andere klanten misschien zo denken die daar zitten van, Oké, blijf thuis. Dus nu ga ik vandaag. Maar ik ga jullie niet meenemen, maar dit zijn mijn nagels nu. Redelijk wat uitgroei, zoals je kunt zien. Hallo, het is de volgende dag. En we zijn bezig met deel 2 van de lampen. Allee, we niet. Maar Mr. Niels. Zit er maar eens. Kan hem, hè, met een vent. Oké, we hebben alle lampen gehangen. Deze.
Ik vind dat effect kei mooi. Dat is zo'n rode lamp. En zoals je ziet heeft hij een leuk effect. Allee, Niels heeft trouwens een lamp gehangen. Deze is ook aangesloten, werkt ook. In onze slaapkamer. Alleen de logeerkamer heeft nog geen lamp. Hier hebben we ook een lamp, maar echt een... Echt gewoon een peerke aan zo'n ding. Maar ik ga het nog iets opdraaien. En het toilet hing al. En in de dressing hebben we deze. En die werkt ook perfect. Vorige vlog waren er trouwens veel vragen over de lampen onder, boven de eettafel en in de living. En die zijn van bol.com. En Niels heeft die, denk ik, 2 jaar geleden gekocht toen hij in zijn appartement ging wonen. Nu ging normaal Niels koken vanavond. Omdat het vrijdag is. Maar omdat hij zo hard heeft gewerkt en moe is of garm, gaan we frietjes halen bij de frituur. Ik heb net gebeld en ik mag doorkomen, want ze ging ze insteken. Ik ga even wat parfum spuiten. Dus, that's the plan. Just chilling en frietjes eten. En voor de rest gaan we eigenlijk echt niks meer doen, want we zijn moe van heel de week. Niels heeft hard gewerkt. Ik ook hard, maar anders. Dus, ja, chill avondje. Kom, we gaan frietjes halen. Kom. Ja? Oké. Okay. Ons gras is trouwens echt kei mooi groen nu. Maar er zitten wel heel veel dode plekken in. Plus, als we het nu gaan afdoen, dan gaat dat niet meer zo mooi groen zijn. Want die lange stukken zijn gewoon groen. Maar het is al beter. Frietjes van de frituur. Smakelijk. Lekker? Elektricien eten. Elektricien eten. Dat heb je verdiend dan, hè? Elektricien van de dag. En we zijn eigen kweek aan het kijken op Netflix. Ik heb dat wel eens gezien. Allee, zo vaag. Ik weet niet, het lijkt precies lang geleden. Je hebt dat ook wel eens gezien, niet? Ook lang geleden. Ja. Ik vond dat wel goed. Ja, ik ook. Dus we kijken het opnieuw. Kijk, jullie morgen. Het is de volgende dag. En we gingen even naar de Brico. Daar is de Brico, daar denk ik. En vandaag is het de 11e. Het is de dag dat mondmaskers in elke winkel verplicht worden. En ik had maar 1 mondmasker bij in mijn chacoche. Ik heb altijd 1 mondmasker daarin zitten nu. En Niels had geen mondmasker. Dus een van ons 2 kon niet mee binnen gaan. Dus Niels is even binnen, want we gingen kijken voor een grasmachine. Dus ik hoop dat hem iets vindt, hè. Fingers crossed. Maar, zei ik trouwens een wasmachine? Ik bedoelde dus een grasmachine. Ik weet niet wat ik heb gezegd. Maar een grasmachine. En hopelijk krijgen we dat mee. Anders moeten we bij mijn ouders thuis het kamionetje gaan halen ofzo. We hebben een grasmachine. Good job, hè. Babe. Het staat in de koffer. Het past erin. Dat is eigenlijk niet groot, hè. Nee, straks gaat Alisa voordoen hoe dat werkt. Nee. Een grasmachine. Ik ga dat niet doen. Ik kan dat niet. Ik heb nog nooit gedaan, denk ik. Hmm. Niet dat ik herinner, nee. Denk ik wel, maar niet zo'n groot stuk. Ja, zo groot is dat nu ook weer niet, hè. Ik heb dat straks 190 vierkante meter. Er waren er met een batterij die dat 400 euro kostte, waar dat je maar 150 vierkante meter mee kon doen en dan moest je dat ding opladen. Oei, hebben we nu een elektrisch? Een kabel. Een elektrisch grasmachine dus. Nu gaan we nog, allez, Niels, want ik mag niet mee binnen, en de van de borren zien voor een hub, voor internetkabels of zoiets, want we hebben 8 kabels en er zijn maar aansluitingen voor 4, denk ik. Dus. Oké, we zijn terug thuis. Wat is er? Je beamer is groen. Oeh, we hebben trouwens een beamer. Heb ik dat gefilmd? Nee, hè? Op Instagram heb ik iets gefilmd. Maar we hebben dus een projector, of beamer, zoals Niels het noemt. Van BenQ, noemt het, is het merk. Maar ik heb hem nog niet getest, dus
Dat komt wel in een video als ik hem heb getest. Oh, nu begint het hard te regenen. Oké, de was binnenhalen. Oké, we zijn, heb jij dat nu opgezet? Klaar met in de tuin te werken. Gaan we de volgende tijd doen? Ja, oké. En we zijn nu aan de McDonald's. Ik moet naar het volgende venster rijden. Omdat, hoe laat is het al? 8 uur. Oh, nog gewoon naar voren zeker. Het is al 8 uur. Het was wel een mooie dag. Dus Niels heeft gras kunnen rijden. En we hebben onkruid getrokken. Wat hebben we nog gedaan? Lucas en Annelies waren komen eten vandaag. En Niels zijn mama was gekomen op ons terras komen hangen. Dus wel tof. Nou, ik ga hier de vlog ook afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Ook voor Niels die heel, heel geïnteresseerd is momenteel. En dan zien wij jullie snel weer.